Ben je wel blij? Ik heb mijn pakketjes binnen en ik ga ze even uitpakken. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en we zijn ons aan het klaarmaken, dan gaan we naar school en na vandaag, na school en zwemles, is het weekend. Daar heb ik echt mega veel zin in. Was best wel zwaar deze week, even na de vakantie. En zo stond 2 weken vakantie, dan ben je echt zo snel aan. En aan school iets minder. Ik heb vandaag deze top aan, die is van Patricia Peppe. Spijkerbroek van Dr. Denim en mijn doenlaarsjes, die stonden gewoon nog klaar. En moet even opschieten, dus ik ga zelf de spulletjes in de tas doen en dan gaan we naar school. Ik ben weer thuis en ik irriteer me een beetje. Ik verwacht een aantal pakketjes en dan ga je in de app kijken. En dan komt de bezorger tussen 11:40 en 13:40. En ik zit heel erg de muur te filmen. En ik ben zeg maar van 11:45, dus 5 minuten nadat hij kan komen, ben ik weg tot 13:15 ongeveer. Dus 25 minuten voordat hij nog kan komen weg. Dus waarom altijd precies als ik weg ben en als ik thuis ben helemaal niks? Nou, ik hoop maar dat hij gewoon in die eerste 5 minuten komt. Want dan heb ik gewoon pakketjes. Zo frustrerend. Ik ben net thuis en als het goed is heb ik mega veel geluk, want hij zou nog niet geweest moeten zijn volgens de app. Ik ben helemaal blij, ik heb mijn pakketjes binnen en ik ga ze even uitpakken. Door de camera. Daar ga ik wel. Deze vind ik heel erg leuk. Even kijken. Heel benieuwd. Mega goed ingepakt. Ik heb natuurlijk het kettingje niet, ik zal wat hoger gaan zitten, dus ik een beetje in beeld. Ik heb het kettingje en nu heb ik ook, heel erg leuk, die zag ik, de, als ze eruit willen. Oorbelletjes erbij. Ik ga ze scherp stellen, hangt een beetje raarder aan, zie ik, zo. Zo. Deze zijn ook van Anna Nina. Ik moet even zo. Ja, dat is hem. Dan heb ik een klein envelopje, maar dat hoort hierbij. Deze doos even uit. Hier zat het meest op te wachten. Ik heb... Ziet hij er leuk uit. Namelijk deze. Ik heb mijn GoPro. Ik ga binnenkort hele leuke dingen doen. En daar wilde ik echt mijn GoPro voor hebben. Wat ik allemaal ga doen, dat vertel ik later. Dat ga je nu zien. Dat vind ik nog niet leuk om het allemaal te vertellen. En sommige dingen zijn nog niet helemaal zeker. Dus dat laat ik dan nog weten. Maar deze wil ik heel, heel graag hebben. Daarvoor. Want ik... Ik merk dat sommige dingen met de camera die ik heb niet heel goed gaan. Ik kan hem eruit krijgen. Ja. Dus dit is hem. Daar ben ik helemaal blij mee. Dus die moet ik gaan uittesten. Ik moet hem eerst even goed uit de doos zien te krijgen. En dan kan ik sommige dingen toch beter gaan filmen. Dus ik ben happy. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit beeld is. Dit is het eerste filmpje wat ik met mijn GoPro maak. En dit zijn de oorbellen. Of die scherp stelt, kan die zien volgens mij wel. Dus die vind ik wel heel leuk bij het kettingje. We zitten in de auto, ik heb Sarah opgehaald. En nu snel naar zwemles. En daarna hebben we echt weekend. Oh, en daar heb ik zo'n behoefte aan. Die eerste schoolweek, volgens mij heb ik dat vanochtend ook al gezegd. Maar zo. Oké. Er zijn echt 2 eenden. 2 mannetjes, een vrouwtjes, een achterna rennen en die schiet opeens de straat op. Nou, ik heb ze net niet geraakt. Ik moest al hard remmen. Maar goed, het is goed gegaan. Ik zou het echt niet leuk vinden als ik een eend aanrijd.
Wat doe je? Sarah en ik staan voor de brug en hij valt iets uit elkaar, maar we vinden dit een beetje een koe of een paard die de wolk, het gras aan het opeten is. Al moet ik zeggen, zeg maar, dit, dat liep net zo naar beneden en je ziet hem nu langzaam uit elkaar vallen. Ik weet niet hoe wolken zijn gekomen. Want je weet wel, in eten zit water bijvoorbeeld en die stoom gaat omhoog. Maar dan gaat het omhoog en als er dan veel meer komt, krijg je dus wolken. Dat. En door de wolken, hoe ze gaan regenen, komt doordat het water naar beneden gaat. Van de wolken. En we hebben weekend en daar zijn we nogal blij om. Dus Sarah en ik waren een feestje aan het vieren. Ik val wel qua tv kijk echt met mijn neus in de boter. Ik heb Supernatural afgekeken. Dat is natuurlijk echt een van mijn all-time favorite series. En ik zet Netflix aan en ik heb een nieuw seizoen Lucifer. En dat vind ik ook echt een briljante serie. Dus ik ga editen en binge-watchen tegelijk. Het is alweer laat, dus ik ga heel verrassend weer slapen. Bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd hebt, klik dan even op die knopje onder. En natuurlijk op het duimpje naar omhoog. En dan zie ik je morgen. Doei!